We rijden nu vanuit België naar Assen toe. Er is daar een vierdaagse tentoonstelling van oldtimer tractoren. Er was aangevraagd keer voor met die trekkers toch een keer tot hier te kunnen komen. We hadden nooit gedacht dat we dat over de weg gingen doen. We hebben dan het plezier van het rijden en dan het plezier van op de show te staan. De groep Belgen is 3 dagen geleden vertrokken uit de buurt van Gent. De 50 jaar oude trekkers kunnen niet harder dan 30 per uur en ze mogen niet over de grote weg. Wij zitten op de kaart en op de GPS en dan komen we dan ook voor veel rijkswegen waar we dan niet op mogen. Dan ringwegen waar we niet op mogen. Dan moeten we altijd maar een alternatieve route zoeken. En ja, maar het heeft zijn charmes, maar het neemt wel veel tijd in beslag. Ja. Hebben we wel heel veel mooie binnenwegjes gevonden in Nederland. Wij wisten niet dat het eigenlijk hier bestond. We dachten dat alles hier groter en rechter was. Maar we hadden heel veel landelijke mooie wegjes gehad. Ja, het viel echt goed mee. De Agri Classic tentoonstelling in Assen begint morgen en duurt tot tweede paasdag. Daarna gaan de Belgen ook weer rijdend naar huis. Dat is voor volgende week. De terugweg. Ja, het probleem lossen we op als het er is.